Werd jij vroeger op het pleintje wel eens als laatste gekozen? Nee, eigenlijk nooit. Eigenlijk koos ik meestal zelf. Welke social media staat voor jou op nummer 1? TV is nu een beetje ouderwets geworden. Kies er één uit. Ik denk toch Instagram, dat doe ik wel het meest op. Assist of een goal? Goal. Welke voetballer was jij vroeger op het pleintje? Ik was nooit echt eigenlijk één voetballer. Ik was altijd verschillend. Heb je wel eens een panna gekregen? Ja, iedereen was, denk ik, toch? Je mag één vraag uitkiezen die je meer wil uitleggen. Kies er één uit. Toch golf assist, denk ik. Ja, ik vind assist vind ik ook heel mooi. Maar toch, ik denk scoren is toch het allerleukste wat er is. Als ik echt moet kiezen, dan toch een goal. Ieder Cruijffkort heeft de 14 regels van Johan. Kies er één die jou het meest aanspreekt en vertel waarom. Ja, dat is voor mij toch wel ontwikkeling, denk ik. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich gewoon ontwikkelt. En niet alleen met het voetballen, maar ook gewoon daarbuiten als persoon. Dat je gewoon lekker kan voetballen met je vriendjes. Dat je ook op die dingen ook ontwikkelt. Ik denk dat ik vroeger op deze veld dus heel veel heb ontwikkeld. Davy, jij bent een grote ster en ik heb een sterretje bij me. Die ga ik aansteken en zolang het sterretje brandt, vertel je alles over aanvoerder zijn van Ajax 1. Ja, dat is voor mij echt top. Dat is voor mij een hele grote eer. Dit seizoen voor het eerst. En ik denk dat als je als jonge jongetje al Ajax ziet bent, is dat gewoon geweldig om uiteindelijk aanvoerder van Ajax te zijn. Ik vind het heel mooi om voorop in de strijd te gaan. Ik hoop dit jaar de kampioen te worden met mijn team. Daar gaan we in ieder geval alles aan doen. We zijn goed onderweg. Ik denk wel, ik heb wel vertrouwen in dat het gaat lukken. Dat was hem. Oh, dus Davy Klaassen, de echte aanvoerder. Ik ben de wannabe aanvoerder. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Adios, bye bye, amigos en ciao.